politiek nu voor de eerste keer. We zijn in de hal van het gemeentehuis in Made, waar straks de opinievergadering van 25 mei start. Een opinievergadering is een vergadering van de raadsleden die hun standpunt, hun mening over de agendapunten die dan gelden geven. En aan tafel staat, je helemaal voor het eerst hier aan de tafel, fractievoorzitter van lijst Harry Bakker, Riebert Verheugen. Ja, dat klopt. Een van de twee agendapunten is jeugdzorg. Nou, jeugdzorg is een zorg, hè? Jeugdzorg is zeker een zorg, dat klopt. Vandaar ook dat je het goed moet regelen. En vandaar dat we vanavond ook praten over een, zoals dat heet, een verordening. Hè? Een aantal afspraken die je op papier zet en met elkaar maakt. Om de jeugdzorg goed te organiseren. We hebben allemaal in kranten en zo kunnen lezen dat er rondom de jeugdzorg altijd wel iets te doen is de laatste jaren. En vanavond gaan we het echt hebben over eigenlijk een klein stukje van die verordening. En dat is de beslistermijn. En dan bedoel je ook, er is jeugdzorg in heel Nederland natuurlijk een zorg. Maar specifiek nu de zorg in Drimmelen. Ja, we hebben het over de jeugdzorg in de gemeente Drimmelen en de gemeente Geertruidenberg. Want het is een gemeenschappelijke regeling. Hè, dus we doen dat samen met de gemeente Geertruidenberg. Er zit één team wat voor de jeugdzorg in Drimmelen en Geertruidenberg de zorg levert. Is dat al lang? Die samenwerking? Ja, dat is al een aantal jaren. Ja, ja. Ja, ja. Maar op een of andere manier blijft dat een zorg? Nou ja, jeugdzorg in zijn algemeen blijft een zorg. Omdat je daar ziet dat er heel veel mensen proberen om aan de jeugdzorg veel geld te verdienen. En op de verkeerde manier. En ook de zorg aanbieden die eigenlijk kwalitatief niet op orde is. Maar waar we het vanavond over gaan hebben is specifiek over de verordening voor Geertruidenberg en Drimmelen samen. En nog specifieker over de beslistermijn, zoals ik daar straks al zei. En wat is nou die beslistermijn? De beslistermijn is eigenlijk de tijd die verstrijkt tussen het eerste gesprek met de professional tot aan dat er een plan ligt wat uitgevoerd gaat worden. Dus het beslissen van nu krijg je hulp? Het beslissen van hoe gaat de hulp eruit zien. Okay. Want er zit ook nog een tijd voor hè, dat mensen zich aanmelden. Dat is de wachttijd totdat je het eerste gesprek krijgt. Zoals jij ook moet wachten als je een afspraak maakt bij de tandarts bijvoorbeeld. Okay. Nou, maar waar het vanavond echt specifiek over gaat, en daar verschillen wij toch van mening van een aantal andere partijen, is over de beslistermijn. Maar wat was er dan aan de hand? Was dat niet goed, die beslistermijn? Nou, de beslistermijn zoals die oorspronkelijk in het voorstel stond van 22 december, de raadsvergadering, daar werd gesteld dat de beslistermijn 8 weken moest zijn. En een aantal partijen, waaronder lijst Harry Bakker, vonden die 8 weken te lang. Het duurt dan te lang, naar onze mening, voordat een jeugdige echt gaat starten met de zorg die hij nodig heeft. En is die termijn niet nodig om onderzoek te doen naar iets? Nou ja, dat is dus de vraag. Hè. Daar gaat de discussie vanavond ook over. Die termijn, het aantal fracties, waaronder fractielijst Harry Bakker, vindt dat 6 weken daarvoor voldoende zou moeten zijn. Ja. En in het voorstel van december stond die termijn op 8 weken. Wat is er nu gebeurd hier in Drimmelen is er een amendement ingediend en aangenomen. Een amendement is een wijziging op het raadsvoorstel. En in dat amendement stond dat die beslistermijn maximaal 6 weken mag zijn. Dat is aangenomen, dat amendement. Dus dat betekent dat dat raadsvoorstel aangepast is. En dat er nu in het raadsvoorstel staat een beslistermijn van 6 weken. Diezelfde verordening is ook in Geertruidenberg besproken in de gemeenteraad. En daar hebben ze 8 weken aangehouden. Oh, dan hebben we dus een probleem. En dan hebben we een probleem, omdat het een gemeenschappelijke regeling is. Wat je daarmee, wat het gevaar is dat jeugdigen in Geertruidenberg maximaal 8 weken moeten wachten op de zorg die staat. Ja, dat is het. En in Drimmelen 6. Ja. En dat is het punt. Dat is het dan punt, want dan krijg je een heleboel gedoe. En, krijg als je ik gedoe, het zo mag zeggen. Ja, zeker mag je dat zo zeggen. Want het zou zelfs betekenen dat jeugdigen in Drimmelen gewoon sneller geholpen worden. Ja, en dat daarmee mensen van Geertruidenberg langer moeten wachten. Dus, dat, dat is niet de bedoeling. Nou, de vervolgstap is dat vanavond weer een nieuw voorstel op de opinievergadering staat. Eigenlijk dezelfde voorstel, dezelfde verordening. Waarin de portefeuillehouder, de wethouder, aangeeft dat hij toch echt vindt dat het 8 weken moet blijven. En daar gaat het vanavond over. Dat is wethouder Jurgen Visser. Ja, dat is wethouder Jurgen Visser. En vanavond zijn er een aantal partijen die zeggen, ja maar luister eens beste wethouder, we hebben in december hebben wij een afspraak gemaakt dat het naar 6 weken gaat. En tot nu toe heeft u daar geen gevolg aan gegeven. Okay. Het is zo dat in een gemeenteland de raad het hoogste orgaan is. Dus als de raad zegt, vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Den Haag, als de raad zegt we gaan het zo doen, dan moet de portefeuillehouder dat ook zo gaan doen. En hoe komt dat dan opnieuw
in de raad nu weer? De wethouder heeft opnieuw een voorstel ingediend. Omdat ja, die zat natuurlijk met het probleem van de 6 weken hier en de 8 weken in Geertruidenberg. Dus die heeft gemeend een nieuw voorstel in te moeten dienen. En daar gaan we het vanavond over hebben. En over hebben betekent dat alle raadsleden daar hun eigen standpunt over mogen kunnen ventileren? Alle fracties. Alle fracties, zo moet ik het zeggen. Ja, precies. Want we zitten per fractie zitten we vanavond in de vergadering. Ja. En één iemand namens de fractie voert het woord over dit onderwerp. En wat is jullie standpunt dan? Ons standpunt is nog steeds dat wij vinden dat die 6 weken, dat dat een hele goede termijn is. Ik snap ook het probleem van die 6 weken hier en 8 weken in Geertruidenberg. Ja. Dus ik ga in de raadsvergadering, in mijn tweede termijn van betoog, ook wel komen met een oplossing die volgens mij ervoor kan zorgen dat iedereen op één lijn komt. En dat we toch een goed voorstel hebben zonder dat het leidt tot lange. Kan je ons dat vertellen? Dat kan ik jullie vertellen. Ja. Ik kom zelf uit de zorg en ik ben gewend geweest in de zorg dat we afspraken hadden over de maximale wachttijd. De treeknormen noemen ze dat landelijk. Okay. Dat waren afspraken tussen zorgaanbieders, dus tussen ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. De zorgkantoren die de ziekenhuizen betalen. En in die treeknormen stond bijvoorbeeld dat je maximaal, 8 weken moet wachten op een open hartoperatie. Als die termijn overschreden werd, dan werden die zorgaanbieders op de vingers getikt. En dat zou mijn voorstel zijn om een vorm van die treeknorm, dus een afspraak te maken, een harde afspraak te maken, in die verordening die vanavond voor ligt, om te zeggen, nou, die wachttijd mag maximaal, en vul maar in, een bepaalde tijd zijn. Het moet natuurlijk weer niet, tenminste dat beslis ik nou eventjes, weer te lang duren dat ze daar weer mee bezig zijn. Want ondertussen wordt de jeugd nog niet vlot geholpen dan? Nee, je raakt precies waar het om gaat. Hè. Eigenlijk zou de jeugd binnen 6 weken geholpen moeten worden. Tot nu toe wordt nog steeds die 8 weken aangehouden. En dat is ook, ja goed, daar zal de wethouder zich stevig voor moeten verantwoorden natuurlijk. Waarom dat hij nog steeds die 8 weken aanhoudt en niet de afspraak 6 weken. En Geertruidenberg? Die houdt 8 weken aan, omdat daar het voorstel. Dat is niet te veranderen. Daar hebben ze geen raadsvergadering nog belegd. Oké. Nee. Dat is ook een oplossing. Hè? Je kunt ook zeggen, in Geertruidenberg moeten ze ook maar die 6 weken gaan doen. Dat zou het makkelijkste voor drimmelen zijn. Maar goed, dat politiek is niet makkelijk. Politiek is nooit makkelijk, maar wel heel leuk. In ieder geval wel heel leuk. Ja. Dus als we die wachttijd hard als een soort ook een norm in de verordening kunnen krijgen, dan denk ik wel dat we met z'n allen kunnen gaan zeggen, oké, dan gaan we akkoord met die 8 weken beslistermijn. Maar er staat ook keihard in de verordening dat de wachttijd maximaal, en ik noem even 6 weken, mag zijn. Oké, en heb jij enig idee wat voor tijdsbestek we dan praten dat het daadwerkelijk, want om even de kijker te informeren, de volgende raadsvergadering 8 juni, daar komt het op de agenda waardoor er een besluit valt over dit punt. Ja. En dan? Nou ja, dus als we vanavond tot overeenstemming komen over die wachttijd, om die in de verordening te zetten, dan heeft de wethouder nog uit mijn hoofd 2 weken ongeveer, voordat 8 juni is, heeft de wethouder de tijd om dat voorstel aan te passen. Dan komt dat weer terug in de raad en dan gaan we besluiten erover, stemmen erover. En dan zou het kunnen zijn dat we per 8 juni een nieuw voorstel hebben, met 8 weken beslistermijn misschien, en een harde afspraak over die wachttijd. Nou, ik wens jou veel succes, natuurlijk ook alle andere fracties. Dankjewel voor je tijd en je uitleg. Heel graag gedaan, dankjewel Loes. Een volgend agendapunt op deze vergadering, opinievergadering, is cameratoezicht. Nou, en een cameratoezicht heeft natuurlijk met onze veiligheid te maken. En zulke soort dingen staan altijd beschreven in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat is eigenlijk een soort lokale wet, dat heeft elke gemeente en dus ook de gemeente Trimmelen. Nou, en specifiek die cameratoezicht, daar wil de burgemeester, want dat is zijn portefeuille, veiligheid, toch de mening van de raadsleden wat meer over horen voordat dat allemaal in werking gaat. En dan is aangeschoven aan de tafel Twan Looijen van de combinatie Algemene Belang. CAB, dat klinkt makkelijker of niet, of wel, maakt niet uit. Makkelijker voor de volksmond inderdaad. Makkelijker voor de volksmond. Jij gaat dat straks verwoorden, jullie mening zeggen voor het CAB. Ja, correct. Wat, we zijn nieuwsgierig. Ja, inderdaad, zoals u al zei, we gaan het hebben over de cameratoezichten die er dan wel dan niet komen. Momenteel is er een plan vanuit de burgemeester om daar een pilot mee te gaan draaien, dus een proefstuk. En wij gaan daar het over hebben om te kijken of we daar mee eens zijn. Uiteindelijk beslist de burgemeester over dit onderwerp.
En kunnen wij hem vooral de richtlijnen geven en het stappenplan geven waarmee hij aan de slag kan. Even voor de duidelijkheid. Er zijn nog nergens in gemeente Drimmelen camera's? Er zijn genoeg camera's in de gemeente Drimmelen. Zowel bij mensen thuis als van de gemeente. Maar die zijn over het algemeen worden die niet gebruikt zoals ze die nu willen gaan toepassen voor openbare gebieden. Dat is het. Dus voor openbare ruimte, daar gaat nu de volgende opinie over, de mening over. Van doen we dat wel of doen we dat niet? Ja, dat begrijp ik goed. Ja, hè? Dat begrijp ik helemaal goed. Oké. En zijn er dan bepaalde plekken wat er aangedragen wordt om die camera's dan te hangen? Er zijn een aantal plekken zijn onderzocht om te kijken of dat een goede locatie is. Dus we hebben bijvoorbeeld gekeken bij de parkeerplekken bij Malense Boys, maar ook hier bij het gemeentehuis zelf. Bijvoorbeeld de lagere school in Lage Zwaluwe. Daar is onderzoek naar gedaan. En wat misschien ook wel in het nieuws is geweest, is de parkeerplek, de carpoolplek in Ter Heide, waar veel problemen zijn. En die is uiteindelijk ook door de burgemeester gekozen als meest bruikbare voor de pilot. En die willen ze dus ook gaan proberen toe te passen. En wat dan? Ten eerste, hoe komen ze aan die plekken? Is daar een onderzoek naar gedaan? Ze gaan kijken met het onderzoek, kijken ze naar de onveilige situaties rondom, rondom die plek. En vooral ook de bepaalde meldingen die daarvan zijn gekomen. Ja. Oh, en die meldingen die gaan ze uiteindelijk dus op een bepaalde manier rectificeren. En dat is misschien een beetje een moeilijk woord, maar in ieder geval zullen we gaan kijken of het de moeite waard is om daar meer veiligheid precies te bieden eigenlijk. Uiteindelijk kost cameratoezicht kost ook geld. Ja, heb je enig idee? Ik weet het echt niet. Momenteel is er €25.000 uitgerekend voor dit jaar om te kijken naar cameratoezicht. Dat is dus het onderzoek naar de juiste plekken. Maar ook uiteindelijk de toezicht dat er moet komen. Is dat voor één plek of is dat voor bepaalde plekken die gekozen worden waar het dan komt? Dat is het budget dat dit jaar uitgerekend is. En momenteel hebben ze berekend dat het ongeveer €12.500 kost om een plek te voorzien van camera's en ook bepaalde toezicht help. En wordt dat 24 uur per dag bekeken? Hoe werkt zoiets? Weet nou, jij dat? Het is een openbare plek en over het algemeen zijn de openbare plekken veilig. Omdat er veel mensen voorbij komen en daardoor een bepaalde maatschappelijke handhaving is. Maar vaak, wanneer het toch wat donkerder wordt, dan is het minder makkelijk om te kijken. Dus de toezicht zal vooral zijn in de avond. En als ik het goed zeg, is dat vanaf 22:00 tot 6:00 ochtends. Oké. Ja, want als ik zo'n camera zie hangen, denk ik, ze zitten erachter, ze bespieden me of zoiets dergelijks. Maar dat is dus niet zo. Nee. Inderdaad, als je gewoon normaal over straat fietst en u bent uw hond aan het uitlaten of iets dergelijks, of bijvoorbeeld in Ter Heide, u gaat naar de Banlieustraat, is dat echt totaal geen probleem, want de camera's die worden niet constant uitgelezen. Het is vooral als er een melding is geweest van een bepaald delict, een bepaalde melding is gedaan, dan pas zal de politie de mogelijkheid krijgen om die camera's te gaan uitlezen. Ja, dus eigenlijk is het een extra oog. Ogen, want oren hebben we dan niet. Ogen. Ja. Want boa's kunnen niet overal tegelijk zijn dan op dezelfde plek. Zo moeten we het dan zien eigenlijk. Ja, inderdaad. En daarnaast is het ook zo natuurlijk dat de politie of de boa vaak een auto heeft die goed moet opvallen. Oh ja. En dan komen ze en dan zijn ze weg. Als er een politie in de buurt komt, dan weten ze vaak dat ze moeten verstoppen of weg moeten gaan of wat dan ook. Ja. En ja, een camera die kan goed verscholen staan en daarmee kan die uiteindelijk bepaalde beelden opvangen die bruikbaar zijn. Nou, dat is dan heel goed dat daar nog eens extra gevraagd wordt aan de fracties hoe en wat. Jullie partij CHB, heb je extra dingen die je aan toe wil voegen of andere dingen die jullie hier aan toe wil voegen? Nou, wij zijn heel erg blij dat de cameratoezicht komt. Wij zijn al lang bezig om cameratoezicht te krijgen in de gemeente, omdat er sommige plekken niet veilig genoeg zijn, vinden wij. Vooral als je kijkt naar Ter Heide met de carpoolplek. Daar is te vaak is daar overlast van mensen die brandstof. Je bedoelt bij de Milieustraat daar? Ja, inderdaad. Okay. Ja, ze noemen dat de carpoolplek. Okay. Daar is te vaak overlast van brandstof die uit auto's of vrachtwagens gehaald wordt. En dat is natuurlijk heel vervelend. Het heeft vaak de krant gehaald. En daar willen wij voor zorgen dat het beter wordt. Maar naast die locatie zijn er al meerdere locaties waar wij ook al eerder in de raadzaal gevraagd hebben om extra toezicht. En een voorbeeld daarvan is de lagere school
in Lage Zwaluwe, de Grienden. Daar is heel veel overlast van hangjeugd. En aan de ene kant moet die jeugd moet een plek krijgen. Maar aan de andere kant, als ze dan ergens een plek hebben waar ze hangen, dan moeten ze natuurlijk wel goed doen. En als er iets fout gaat, dan moeten we wel weten wat er gebeurd is en door wie. Ja, ja. En dan zou zo'n cameratoezicht, stel dat het er zou komen, ja, zou daar afschrikkend kunnen werken of misschien bewijs kunnen zijn van dat er dan misschien gaat gebeuren. Ja, een probleem dat natuurlijk voor kan komen als ze weet dat er een kamer hangt. Dat ze denken, we gaan niet op plek A zitten, maar we gaan op plek B zitten. Daarmee is de overlast bij de basisschool weg. Maar kan het bijvoorbeeld bij de voetbalvereniging gaan gebeuren. Maar als je niks doet, dan blijft het probleem. Precies. En als ze wel bij de lagere school blijven, dan kunnen we inderdaad door de camera toezichten, kunnen we uiteindelijk zien wat er gebeurt en ook de mensen erop aanspreken die iets uitvoeren wat niet de bedoeling is. Ja, nou, duidelijk dat jullie dat natuurlijk graag willen. Is er nog toevallig iets anders wat jullie aandragen van, goh, dat zouden we dan toch ook wel graag willen? Of een andere plek van de camera? Hoe staat jullie partij daarin? Een bepaald onderwerp dat niet heel erg populair is in de gemeente is toch het drugsgebruik en vooral het drugsdealen. Een locatie daar veel voor, in ieder geval voor gebruikt wordt, is bijvoorbeeld ook de voetbalvereniging bij Maanse Boys. De parkeerplek daar, daar staan regelmatig auto's die daar staan op het moment dat er geen voetbalwedstrijd is. Nee. Dus daar is vermoeden van dat daar bepaalde manieren handel is. Mm-hmm. Wij zijn toch wel benieuwd wat daar de mogelijkheden tot zijn om die mensen daar een halt toe te roepen. Ja, dus nogmaals een extra paar ogen. Precies. Als je het zo mag doen. Ik dank jou hartelijk voor je bijdrage. Ik wens je veel succes en top dat je deze avond de kijker wil duidelijk maken wat je straks gaat verwoorden. Ja, graag gedaan. Het was een leuke avond. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was Drimmelen Politiek. Natuurlijk komen we bij u terug en wel over ongeveer 4 weken weer vlak voor een volgende raadsvergadering of opinievergadering moet ik eigenlijk zeggen. Want de besluitvormingen zijn voor de raadsvergaderingen van 8 juni. Namens het team van Drimmelen Politiek zeg ik voor nu dag.